3 generaties kappers op een rijtje nu. Hoe voelt dat? Ja, het voelt heel goed. Het leuke is natuurlijk zeg maar, dat ik aan de laatste ronde bezig ben. Dat de eerste ronde er weer bij zit. Dat is het allerleukste. Ja, ik ben gewoon trots. Ik gewoon heel blij. Ja, daar word ik gewoon gelukkig van. Meer heb ik niet nodig. Ja, voor mij voelt het echt heel gewoon. Heel veel mensen zeggen het ook van, oh, dat is ook bijzonder met je opa. Maar voor mij is het echt, ja, zo. Ik heb mijn opa altijd in de kapsalon gezien en mijn moeder altijd in de kapsalon samen gezien. Ja, en nu mag ik er ook bij. Ik vind het alleen maar leuk. Samen kijken ze terug op 60 jaar kappersgeschiedenis aan de Hooigracht in Leiden. Opa Jan begon met het vak in de jaren 60. Dochter Martine groeide op boven en in de zaak. En kleindochter Kiki is de toekomst. En hoeveel Leidenaars heb je in je stoel gehad? Ja, als ik denk hoeveel Leidenaars, dan denk ik allemaal. Maar dat is natuurlijk niet zo. Mij niet? Nee, precies. Dat is niet zo, maar wel heel veel. Heel veel families en waarvan kinderen kwamen en kleinkinderen kwamen daar weer van. En dan loopt dat ook weer weg en dan komen ineens weer mensen terug. Zeggen, oh ja, jullie zitten er nog. Ik vind het na 33 jaar nog steeds heel leuk. Maar je moet het ook maar goed met elkaar kunnen blijven vinden dan. Hoe gaat dat in zo'n bedrijf, zo'n familiebedrijf? Ja, nou ja, dat heeft wel een beetje met karakters te maken, denk ik. Dat je gewoon niet al te gek veel tegen elkaar moet zeggen. En gewoon elkaar af en toe moet laten. Echt heel vaak moet laten. Tong afbijten. En wij zijn het eigenlijk over bijna niks echt eens. Maar toch draait het wel heel goed samen. Hoe lang ga je nog door? Ja, dat ga ik niet zeggen. Ik zeg al zelf altijd wel van tegen een klant als die het vraagt van als ik plat achter je leg, dan is het klaar. Er zal een moment komen, en dat zal best niet zo heel erg lang meer duren, dat ik zeg van nou, het is wel goed geweest zo. Het is natuurlijk nooit goed geweest, want als ik hoofd zie en als ik haar zie, dan wil ik er iets mee doen. Zo simpel is het. En dat zal wel altijd zo blijven, denk ik.